Jongens, vandaag is het weer zover. Ik ga vreemd. Ja. Als je nou niet weet waar ik het over heb, dan kun je deze video kijken. Dit was deel 1 van Vreemd Gaan. Hierin deed ik mij voor als Rosalie Mendes. Ja, zeker. En wat ik daarin ondervond, is dat er daadwerkelijk websites zijn die ervoor gemaakt zijn om vreemd te gaan. En ik haat die shit. Oké, ik voel me een soort van redder in nood van mensen die slachtoffer zijn van vreemd gaan. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar, fuck it. Kijk, ik ging toen als even rustig, allemaal. Ik ging toen undercover. Ik ging undercover als Rosalie Mendes. En ik ging mannen verleiden om met vreemd te gaan met mij. En ik had mijn hele profiel aangemaakt, maar dat was fantastisch. Dat was het meest hilarische ding wat ik ooit heb gedaan. Moet je voor de grap eens een keer een profiel aanmaken op een vreemdgaan website. Dan krijg je echt vragen waarvan je denkt, waarom zou iemand dit ooit moeten weten en willen weten van mij? Maar goed, het is allemaal leuk en aardig. Ik ben daadwerkelijk ingelogd toen en toen zat ik erop. Toen dacht ik, weet je wat, ik vroeg aan jullie, willen jullie een nieuwe video waarin ik ook weer door ga zetten? Dit vreemdgaan, toen zeiden jullie allemaal, ja, dat willen wij! Dus hier ben ik. Speciaal voor jullie. Let's go. Geef deze video alvast een duimpje omhoog als je zin hebt in deze video. En dan gaan we gewoon beginnen. Mocht je nou niet weten wat de fuck Victoria Milan is. Dat is een vreemdgaan website. Het is een website waarin je dus gewoon blijkbaar... Ja. Het is een website die gewoon daadwerkelijk is gemaakt om mensen vreemd te laten gaan. Yep, that's how life works. Nou jongens, dan gaan we er gewoon weer even een mooie video van maken. Of niet dan? Jazeker, hoppakee. Oké, we gaan dit gewoon doen. Ja. Oké, hier. Rosalie Mendes. Ik ga gewoon even inloggen. People! Wacht, ik ben nog niet ingelogd. Yeah, we're back in! Yeah! Oké, wat ik meteen zie... Upload een foto. What the fuck? Ik had al een foto. What the fuck? Ik had een foto! Dit is niet oké. Echt niet oké. Ik had een fucking fijne foto. Wat een haters. Hier! Wat? What? What? Hoe dan? Dit is zo'n fucking bullshit. Mijn foto is geweigerd. Oké? Op deze websites moet je dus blijkbaar... moet je dus een foto uploaden van jou als vrouw. En maar deze was gewoon... Ik ben gewoon geweigerd. Stel dat ik daadwerkelijk haar was en ik wou dit doen, oké? En ik werd geweigerd. Nou, nu is het tijd om even een nieuwe foto op te zoeken. Ik ga gewoon opzoeken. Rosalie Mendes. Ga ik gewoon op googlen. Gaan we het gewoon zien. Nee, dat ga ik niet. Oké, ik ga gewoon Latina woman. Latina woman. Latina hot girl. Ja, dit zijn wel de mooie vrouwtjes hoor, hey. Ik wil niet moeilijk doen, maar het zijn wel gewoon echt mooie vrouwtjes hier. Hey, die Latina's tegenwoordig kan gewoon, joh. God. Ja. God, wat vind ik dit moeilijk. Kijk, het moet niet te overdreven zijn, hè. Het moet niet. Ja, dit zijn wel de mooie vrouwtjes hoor. Zo, ik ben even ondersteboven van, jongens. Ben ik gewoon eerlijk in. Nee, kijk, het moet niet overdreven zijn, weet je. Als ik zo topmodellen shit ga doen, dan denkt iedereen, fuck jou, je bent nep. Dus ik moet even, ik ga even mijn zoektermen aanpassen. Ik ga mijn zoekterm even veranderen naar Latina Hot Selfie. Ja, Latina Hot Selfie. Ja, dit is misschien, This is rather difficult. The whole process of finding a good Latina girl is quite difficult. Oh, ik vind die leuk als je Engels praat, fuck jou. Ja, wat gaan we eens een keer doen, joh? Kijk, het moet niet te extreem. Kijk, ik denk dat ik gewoon deze doe of zo. Misschien dat ik wel deze doe. Nah, doe ik dit? Nee, doe ik niet. Fuck that shit. Zo, hé, wat een zij dikke memme, jongens. Niet normaal, dit. God. Sorry, ik liet me even gaan. Spijt me. Hoe oud was Rosalie Mendes nou nog maar? Hoe oud was ik? Jongen, ik ben zo slecht in dit. Oké, ik doe gewoon, kom op, Kelvin. Niet te veel zeiken. Niet te moeilijk doen. Gewoon doen, jongen. Hou je bek. Waarom krijg ik een foto van Justin Bieber als ik zoek op Latina selfie? Oké, prima. Waarom is het leven zo moeilijk, jongen? Geef me gewoon een normale selfie. Dat is toch niet zo fucking moeilijk? Oké, ik ga gewoon deze. Ik ga gewoon deze foto doen. Dit is gewoon een foto. Ik ga hem gewoon even me noemen. Zo. Alsof het echt lijkt alsof ik het ben. Snap je? Alsof ik een foto van mezelf heb gemaakt. Gaan we gewoon even uploaden een nieuwe foto. Waarom is hij geweigerd? What the fuck, man? Hier, me. Hoppakee. Uploadje. Nou, dan gaan we weer even een flinke blur aanbrengen, natuurlijk. Dan gaan we even een blurretje aanbrengen op de ogen. Jazeker. Zo, klaar. Ik wil even een blurretje. Even een blurretje doen. Hoppakee. Ja, lekker. We in this, man. We gotta do this. We gaan het gewoon doen. Upload foto. Nou ja, nu moet ik nog weer wachten op goedkeuring dus. Kutzooi. In de tussentijd heb ik gezien dat ik een aantal dingetjes hier bewegen en shit. Mensen praten met mij. Mensen geven me knipoogjes en zo. Ik snap er geen fuck van. Maar ik ga er maar gewoon op klikken. Gemiste chats. Een man heeft tegen me gepraat. Ja, deze man is niet meer online. Fuck, deze man is niet meer online. Oké, dit is niet leuk. Dit is niet prettig. We gaan gewoon even door. Hier, ontvangen berichten. Hoppakee. Wow, mensen zijn gewoon tegen me gaan praten en shit. Wow, deze man is online. Ja, deze man is online. Oké, rustig aan mensen. We gaan het gewoon doen. Ik heb altijd zo fucking veel lol met mezelf als ik dit doe. Oké, we gaan het gewoon doen.
Rustig aan, niks aan de hand, let's go. René. Hi René. Bericht met prioriteit sturen. Ja, natuurlijk, waarom niet? Hi René. Je bericht is succesvol verstuurd. Oké, we gaan het gewoon doen. Rustig aan, we gaan gewoon vreemd. Wat gaan we gewoon doen hier? Geen stress, niks aan de hand. Ik hoop zo dat er iemand tegen me praat, oké? Ik hoop zo dat iemand inziet dat Rosalie Mendes gewoon liefde nodig heeft. Nou, deze mensen zijn allemaal niet meer online. Prima zo. Wow, ik heb 3 favorieten. Maar nee, wacht. Iemand heeft mij... Wat, hè? Ik ben hun favoriet. 3 mensen hebben mij gewoon toegevoegd als favoriet. E. Nederlands, M. Dijkstra en Ridder. Jongens, als jullie het zien, fuck jullie. Als in, het is gewoon niet oké als jullie hierop zitten. Wow, er zijn ook even wat mensen die mijn profiel hebben bezocht. De vibe die hangt op deze website is raar, man. Echt raar. Oké, ik ga deze jongen gewoon even een... bericht sturen. Zijn profiel luidt. Sportieve levensgenieter. Casual guy. Iemand waarmee je goede gesprekken mee kan voeren. Maar ook dom ouwe hoeren gaat me goed af. Tik je eigenwijs. Iemand die mensen het graag naast zijn... Ik moet gewoon kotsen van zulke mensen. Tik je eigenwijs. Fuck jou, man. Wie is er een tikje eigenwijs? Je bent of fucking eigenwijs of totaal niet. Van lange zwoele nachten tot friends with benefits. Wat zoek jij? I'm looking for someone to punch in the face, motherfucker. Wat ik opwindend vind. Een beetje verlegen. Internetseks. Echte borsten. Oraal. Schoolmeisje. Seksspeeltjes. Plagen. Wat betekent plagen? Is dat pesten? Is dat elkaar uit... What the fuck is that? Is dat zo prikken in elkaars middel? Gewoon prikken in elkaars middel. Wat ik opwindend vind is als je me een prikje geeft in mijn middel. Por. Ik ga deze dude gewoon een bericht sturen. Hi. What the fuck? Oké, dan heeft iemand mij een bericht gestuurd. Mike zei, hi there, je profiel maakt me nieuwsgierig. Zin in contact, x Mike. Je profiel maakt me nieuwsgierig. Ja, top. Mijn antwoord, how about no? Klaar, hoppakee, niks aan doen. Wie heeft zijn profiel ook op privé staan? Deze man heeft letterlijk... Ik ben op zoek naar een lieve vrouw met wie ik lekker kan kletsen, knuffelen en zoenen. A friend with benefits, zeg maar. Oké, chat nu met me. Ik ga gewoon chatten met deze jongen. Ga ik gewoon doen, ik heb gewoon schijf. Gaan we gewoon doen. Hallo René. In de tussentijd ga ik gewoon weer even wat verse visjes ga ik even opzoeken op deze website. Er zijn allerlei mannen online. Chat nu met me. Oké. Hi Robert. Nou, ik heb gewoon even gesprekjes met Robert en met kan gewoon. Prima. Volgens mij is mijn foto in de tussentijd gewoon ook nog niet geaccepteerd. Weet je? Doe maar. Wacht, heb ik nou een bericht? Ja! 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 Yes! Oh, fucking nice, mensen! Het is zover! Het is zover! Unleash the Kraken! We are made it! Oké, er is iemand die tegen me is gaan praten. Yep, it is. Oh, yes! Yes! Ik heb zo lang gewacht op dit moment. Ik zeg het je, ik begon deze video en toen dacht ik, ja, hoe kut is het als weer geen enkele man tegen me gaat praten. Maar we hebben hem. Oké, we gaan het gewoon doen. Hij zegt, hi there, heb je Kick Messenger? Hey, nee, sorry. Oké, antwoord. Wat zeg je nu? Wat zeg je op zo'n moment? Maar we kunnen toch ook gezellig via hier kletsen. Knipoog. Oké, we gaan het gewoon... Ja! 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 Oh shit! Oh shit! Oh, yes! Mensen, nummer 2 is tegen ons gaan praten. Yep. Oh, wat ben ik blij. Wat ben ik fucking blij. We gaan het gewoon doen. Robert? Hallo Robert. Hoe gaat het met je? Goed met mij ook? Jazeker. Hallo daar, jonge dame. Gaat het met je? Ik val op oude mannen. Wat ben ik aan het doen? What the fuck ben ik aan het doen? Ik word gewoon zo rood als een fucking paprika. Oh, ik heb zin in paprika. Ik heb echt even zin in een paprikaatje. Ik wil paprika. Ik heb geen paprika. Oké, ik heb gewoon contact met 2 mannen. Yes! Ik ga ze gewoon even bewust maken van het feit dat ze hun bek moeten houden. Ja! Yes! Ik voel me zo'n fucking klein kind. Oké, hij zegt tegen me. Oh, dit is zo goud. Dit is zo fucking mooi. Wat vind je zo leuk aan oudere mannen? Wat dan? Hier had ik me niet op voorbereid, mensen. Wat vind je leuk aan oudere mannen? Weet ik niet. Haha. Vind het... Vaak gewoon sexy. Deze man is 54. Kunnen we foto's uitwisselen? Lijkt je dat wat? Ik vind het prima om hier te kletsen. Alleen zou ik wel graag een foto van jou willen zien. Kan dat? Kut. Oké, ik vind het moeilijk om meteen foto's uit te wisselen. Want anders komt mijn vriend erachter. Snap je? Oh, dit is zo fucking mooi. Hoe komt jouw vriend erachter dan? Haha, ja, daar heb je een punt.
Maar kan ik via hier ook foto's versturen? Nee zeker. Misschien via via. Oké, ik ga even over. Dit was René. Ik ga jullie even introduceren aan deze man. Deze man is 43. Dit is dus niet onze oudere man. Dit is de man die graag foto's wil. Oké, dan weten jullie dat even. De andere man is Robert. Hey Robert, mijn mattie. Robert is 54. En die is dus de oudere man. Hij zegt tegen me, ben jaloers op dat je in Amsterdam woont. Yo Robert, ik heb net gezegd dat ik je sexy vond. En dan ga je in één keer beginnen over een woonplaats. You never learn how to pick up a woman. Nope. Haha, heerlijke stad. Even het besef dat er gewoon een man is in Geldrop nu, die een vrouw heeft. Ik ga even zijn bio, ik ga even zijn biografie lezen. Robert, kom eens hier. Kom eens even bij Rosalie. Ja, hij heeft geen biografie. Oké, ik ga even terug naar René. René zegt, jij hebt mijn foto's gezien, dus die hoef ik niet meer te sturen. Haha. Nee, haha. Ziet er wel goed uit, hoor. Knipoog. Hey! Hij vraagt om WhatsApp. Heb je WhatsApp? Ja, natuurlijk heb ik WhatsApp. Maar ik ga toch niet zomaar mijn nummer. Doe je dat? Doe je dat? Nee, dat doe je niet. Oké, ik ga even terug naar Robert. Robert was de man van de dialoos, zodat ik in Amsterdam woonde. Ben geboren, woon nu jammer genoeg in de provincie. Woon jij in een leuke buurt? Ja, ik woon op de Wallen. Haha, beetje extreem misschien. Maar wel gezellig. Oké, René vroeg dus aan mij of ik WhatsApp had. Oh ja, ik heb WhatsApp. Maar... mijn vriend kijkt op mijn telefoon. Ik ben gewoon de tactieken van deze man aan het omzeilen door smoesjes gebaseerd op mijn vriend. Hij zegt oké. Okay. Why you gotta okay me, man? Durf je het aan? Hihi. Sorry, ik vind het zo fucking mooi. Ik kan niet wachten tot ik deze mannen kan confronteren met het feit dat wat ze doen, dat het gewoon echt niet kan. Maar ik moet eerst even weten of ze wel daadwerkelijk in een relatie zijn, weet je? Hihi, mijn nummer is... Hij heeft zijn nummer gewoon gegeven. Fuck! Hij heeft zijn nummer gewoon gegeven. Oké, ja, het gaat iets door mijn hoofd heen nu, dat ik hem gewoon kan bellen. Ik kan hem gewoon bellen nu. Gewoon onbekend. Ja, dat kan ik doen. Ik kan hem gewoon onbekend bellen. Oké, ik ga gewoon zeggen. Als ik je straks even bel, dan ziet mijn vriend de... berichtjes niet, snap je? Waar gaat dit heen? Als hij nu ja zegt, dan voel ik me echt kut, want dan moet ik hem gaan bellen. Dan moet ik hem fucking gaan bellen. Ik ga even terug naar René. Naar Robert. Hele leuke buurt inderdaad. Maar Robert, heb je een gezinnetje? Vindt het opwindend als mannen daarover vertellen. Fuck jou, Robert. Stuur eerst naar een appje van tevoren. Fuck, René, kom terug. Ik denk dat René me door heeft. Kut. Mijn vrouw kan zo weer thuiskomen. Ik wil echt iemand kapot maken nu. Ik wil echt iets slaan. Fuck jou, René. Ah, nee, René. Dat durf ik niet. Ik ga discreet met je nummer op. Ja hoor, hey, gast. Je bent ook wel daadwerkelijk te vertrouwen als je op zo'n website zit. Je zei waarschijnlijk ook tegen je vrouw dat je haar voor altijd lief zou hebben en nooit zou liegen tegen haar. Maar tegelijkertijd ben je deze shit aan het doen. Dus fuck jou met je kutpraat. App je alleen als het kan. Haha. Maar straks ben ik met mijn vriend. En dan ineens app je. Snap je? Haha. Staat er ineens een random René. Oké, Robert. Even Robert. Robert zegt, ja zeker, twee zoons, leuke jonge kerels. Heb jij kinderen? Nee, gewoon een relatie. Heb jij nog een relatie? Ik vind het zo leuk! Dit overtreft Disneyland qua leukheid. Zeker, is nu op zakenreis. Altijd druk. Pak. Jou. Getrouwd? Oké, we gaan even terug naar René. René is nogal happig. René wil nogal graag contact via WhatsApp. Nou, nee. Fuck jou, René. Wat zou René doen als hij gewoon wist dat er een 20-jarige kutmogol met hem aan het praten is? Oké, dan weet ik dat. Dan app ik je niet. Dat snap ik wel. Maar nu kan toch wel. Kus. Mijn vrouw is nog boven. Waarom stuur je een random kus? Haha. Spannende man hoor, ben jij. Vrouw is gewoon boven. Zal ik je anders nu bellen? Oh fuck. Ja, hij is goed. Oh shit. Oh shit. Kut. Ik weet echt niet wat ik nu aan het doen ben. Oké, ik moet hier even over nadenken. Want ik zeg even een klein momentje. Even checken wanneer mijn vriend thuis komt. Ik wil eerst even die andere man confronteren met wat de fuck hij aan het doen is. Dat ga ik gewoon doen via dit. Oké, dat ga ik gewoon doen. Ik zeg gewoon, hoe oud is je vriend, man? Mijn vriend is 35. Maar Robert, mag ik je wat vragen? Oké, mensen, even spannende muziek. Het is tijd voor de confrontatie. Ik ga Robert gewoon even volledig op zijn plek zetten. Omdat hij wat de fuck je doet, dus kan niet. Oké? Robert, je gaat het godverdomme krijgen ook, jongen, nu. Oké, we gaan het gewoon... Dit is prachtig. Ik zit nog steeds een beetje... Ik heb letterlijk een knoop in mijn maag van René. Dat ik hem straks moet bellen. Ah, wat vind ik dit fucking moeilijk. Ik vind het echt heftig, man. Oké. Ik denk dus dat als ik Robert via deze weg laat weten dat wat hij doet dat gewoon echt niet kan, dat hij dan gewoon niet meer reageert. Oké, ik ga het gewoon even rustig aan doen. Vind je niet dat vreemdgaan eigenlijk niet kan? Ik bedoel, je
bent nu 54. Dan ben je toch best wel wijs. Of is dat niet zo? Vreemdgaan voelt voor mij namelijk nog een beetje raar. Oké, dit zijn de eerste stapjes. De eerste stapjes naar gerechtigheid, jongens. Ze zijn gezet. Small step for man, a big step for mankind. Oké, Robert heeft gereageerd. Hij zegt, heb je er al ervaring mee? Wel nieuwsgierig, toch? Anders was het niet op deze site. What the fuck was dat? Nee, heb nog geen ervaring. Besef, hè, dat je 54 bent. Je bent 54 jaar. Je bent 54. Je hebt 2 kinderen. Je bent samen wonen. En dan doe je deze shit. Je bent toch niet fucking gek in je hoofd? Blijf vooral bij jezelf. Respecteer wat je voelt. Maar je liegt tegen je vriendin, toch? Dat is niet helemaal eerlijk. Oh, ik heb echt zin om gewoon te exploderen. Oké, Robert heeft even... Het duurde nogal lang, dus ik heb Robert even een reminder gestuurd. Ik heb even gezegd, joh gast, ben je er nog? Zegt hij, ja, verbinding viel even weg. Fuck jou, man. Je was gewoon bang voor me. Komt u maar met uw praat, vieze leier. Hoppakee. Komt u maar. Oké, Robert heeft gereageerd. Ik lieg niet, maar zeg ook niet alles. Wat is erger? Jezelf geen ruimte geven of ... Uiteindelijk gaat het om je eigen leven en ik weet dat ik van haar blijf houden. Maar ze weet niet dat je op deze site zit. Of wel? What the fuck zegt deze man? What the fuck is wrong with you, Robert? Ja, hey, hoe wil je anders je leven leiden? Dat je gewoon allemaal mensen voorliegt en vreemd gaat en shit? Of dat je jezelf geen ruimte geeft? Alsof er gewoon niks tussenin zit. Waarom ben jij op deze site? Is op zich dan ook al erg of niet? Ben ook benieuwd naar jouw beweegredenen. Oké, ik ben nu on fire. Ik ga hem nu gewoon vertellen. Oké, luister, gozer. Ik ben een man. Journalist van Algemeen Dagblad. Schrijf een item over vreemdgaan, websites en ethiek. En vind wat jij doet dat echt niet kan. Dus ga alsjeblieft weg en geef je vrouw eens een goede beurt. Het is echt zo van... Als je op het punt bent gekomen in je relatie waarop je dus op zoek bent naar anderen, dan gaat er gewoon iets stoppen dan mee. Nou ja, achteraf gezien was dit toch gewoon een kutpoging, want deze man gaat natuurlijk nooit reageren. Maar het mooie vind ik gewoon is dat hij het leest, oké? En dat hij gewoon dit nooit had verwacht. Hij denkt dat ik een van de journalist ben van het Algemeen Dagblad, dat ik hem dus gewoon kapot ga maken. Ik denk daadwerkelijk dat hij, ik hoop dat hij gewoon zijn account gaat verwijderen ofzo. Fuck jou, vieze lul. Oké, deze video duurt natuurlijk alweer veel te lang. God. We hebben allemaal fantastisch mooie dingen meegemaakt. Het enige punt waarop ik nu nog zit is dat ik die man eigenlijk moet bellen. Eigenlijk wil bellen. Voor de mooiste confrontatie in tijden ooit op YouTube, yes. Maar... Oké, ik weet iets moois. We gaan dit samen doen, oké? Ik doe dit speciaal voor jullie, want het is gewoon leuke content. Maar jullie moeten er ook iets voor doen. Het enige wat jij hoeft te doen om mij ervan te overtuigen dat ik deze man moet gaan bellen en moet gaan confronteren met wat de fuck die allemaal aan het doen is, is een duimpje omhoog geven op deze video en in de reacties achterlaten dat ik hem moet gaan benaderen. Dus laat een reactie achter waarin jij laat weten dat ik het moet doen en geef deze video een duimpje omhoog. Bij de 12.000 duimpjes omhoog ga ik daadwerkelijk deze man bellen en confronteren met dat hij gewoon zijn bek moet houden, want het is gewoon een kutmogol. Ja, en dat was het voor nu. Ik zie jullie gewoon de volgende keer weer. Ik hou van jullie. Bye! Oké, dit is mijn eerste zus. Zij heet Rosalie. Rosalie, als je dit ziet, sorry dat ik deze foto heb uitgekozen. Hij stond bovenaan, want je had deze laatst al naar me verstuurd. Waarom stuur je dit naar je broer? What the fuck? Rosalie is 1 jaartje jonger dan ik. Dus ik ben 20, zij is 19. Wij kunnen best wel goed door 1 deur, laat ik het zo zeggen. Zij heeft gewoon... Ik vind voornamelijk haar lingerie vind ik gewoon prima.